finale bereikt. Ja. Derde finale van het jaar. Hoe voelt dat? Ja, heel blij mee natuurlijk. Het is denk ik een bijzondere prestatie om die finale te halen. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als we hem ook kunnen winnen. Ja, Leiden is de enige Nederlandse ploeg die in de B-Next Playoffs een serie overleefd heeft ook. Ja, oké. Dus dat is ik even... ben blij dat wij hem overleefd hebben dan in ieder geval. Ja. Ja. Dat maakt het uniek. Is het voortaan niet handig dat je gewoon de eerste helft op de bank blijft en dan in de tweede helft gaat spelen? Ja, nee, kijk, als vandaag, ik liep snel tegen mijn tweede fout aan. Dus ik had ook wat minder minuten gespeeld in de eerste helft. In ieder geval gaat de tweede helft goed, laten we het zo zeggen. Ja, was tegen Donar ook al zo. In de vijfde wedstrijd, ja. Ja, de laatste 4 minuten 17 punten. Nu in de tweede helft 13 punten. Word je nog topscorer van Leiden ook. Ja. Dus, ja, en we zagen een mooie baseline dunk. Ja, het was ik dacht, doe het een keer iets anders. Ook wel een keer. Je denkt, ik doe even geen step back 3 punten, maar ik ga voor de dunk. Ja, precies. Precies. Dus hoe vond je deze serie in de halve finale? Ja, het zijn geen makkelijke wedstrijden om te spelen. Vooral die eerste. Omdat je natuurlijk in een soort kampioenschapsroes bent. En het was heel moeilijk om dan die trainingen weer scherp te zijn. En die focus dan weer eigenlijk te verleggen. Omdat je natuurlijk zo hebt geleefd na dat moment van het kampioenschap. En goed, coach heeft ons goed achteruit gezeten. En die heeft ons weer speelklaar gekregen. En dan is het denk ik heel, heel blij dat we dan die eerste wedstrijd goed hebben kunnen spelen. Ik denk vandaag niet helemaal speltechnisch gezien wat we wouden laten zien. Maar aan de andere kant, ik denk wel heel, heel goed uitgespeeld. Eigenlijk nooit in de problemen geweest. En uiteindelijk win je hem ook met dubbele cijfers, denk ik. Dus 13, ja. Dus dat is gewoon professioneel, zoals je dan zou zeggen. Ja, is het moeilijk om je te motiveren als je die uitwedstrijd met 19 punten gewonnen hebt en je weet dat je naar de 5 mijl gaat, waar 4 jaar geleden voor het laatst iemand met meer dan 20 punten verschil won? Ik wist niet dat 4 jaar geleden was, maar ik wist dat dat al een hele tijd niet gebeurd is, inderdaad. Nee, is het moeilijk? Ja, kijk, je speelt natuurlijk voor een finale plaats, dus die motivatie is er wel. Maar het is inderdaad wel, het was warm. Die wedstrijd, als het dan even niet loopt, is het heel moeilijk om geconcentreerd te blijven. En je ziet ook een paar keer dat we eigenlijk dan de wedstrijd een beetje openbreken en dan weer wat fouten gaan maken. Eigenlijk mag dat niet gebeuren. Aan de andere kant, het is wel begrijpelijk ook dat het gebeurt. Maar dat is wel iets waar we, dat kunnen we ons tegen bijvoorbeeld Oostende zeker niet voorloven. Nee, hoe kijk je tegen de finale aan tegen Oostende? Ja, dat wordt een zware serie. Ik denk dat Oostende een ploeg is met heel veel kwaliteit, met een hele diepe selectie. Een beetje vergelijkbaar met ons, heel veel verschillende mensen die op verschillende momenten op kunnen staan. Natuurlijk een ploeg met Champions League ervaring die, we kennen al 13 keer kampioen van België met een kern die daar ook al een hele tijd speelt. Dus het is een hele ervaren, kwalitatief goede ploeg. Dus we kunnen onze bos nat maken, maar aan de andere kant, we zijn zeker niet bang voor ze. We hebben natuurlijk 1 keer hier thuis van ze gewonnen. Dus we kunnen van ze winnen en dat gaan we nu moeten proberen te doen. Ja, nou hoop ik dat de coach er in de uitwedstrijd ook bij is. Dat is er ook wel fijn, want dat was de vorige keer niet het geval. Ja, Jan deed toen ook een hartstikke goede job, moet ik zeggen. Maar het zou prettig zijn als hij nu meekomt, inderdaad. Ja, okay. Laten we het eerst even over de wedstrijd zelf hebben. Hoe vond je de wedstrijd gaan? Waar ging het mis? Leiden verdient gewonnen. Veel betere ploeg dan ons. Dus daar is niks op te zeggen. Ze zijn zeer fysiek, maar dat wil ik zeggen in een positief. Ja, zodat basket moet gespeeld worden. Daar hebben wij moeite mee. We hebben moeite om vrij te komen. De rebound was een probleem vandaag. Zeker eerste helft, 8 aanvallende rebounds tegen. Tweede helft hebben we er nog 5 tegen gekregen. Dus meer dan verdiend gewonnen. Geen enkele, no question about it. Ja, precies. 4 keer gespeeld tegen Leiden, 4 keer verloren, 1 keer nog na verlenging. Ja. Wat voor type speler mis je dan? Mis je een bepaald type speler of zeg je dat? We zijn geen type speler. We kunnen gewoon niet om met die fysiek. Fysiekheid, ik weet niet, mijn Nederlands is niet mijn sterkte punt. De physicality van Leiden hebben we een probleem mee. Ze houden, nogmaals, ik zeg niks over dat fouten zijn, ik zeg het positief. Ze houden vast, ze duwen ze uit de screen, wij moeten hard werken om vrij te krijgen. De screens, we proberen wel screens te zetten, ze lopen er gewoon door. Dus nogmaals, verdient gewoon niks op aan te merken. En speler missen, we moeten gewoon harder worden. We hebben een zeer, zeer jonge ploeg, we zijn de jongste ploeg in België, ik weet niet, van Nederland. En we hebben al stappen gezet met vorig jaar en nu mogen we volgende stappen zetten richting volgend jaar. Ja, ben je er volgend jaar weer bij als coach? Ja, graag. Oké, en is er al iets bekend over spelers die nog contracten hebben? We hebben juist de wedstrijd gedaan, dus we gaan niet beginnen over spelers of dit of dat. Misschien dat er iets bekend was? We hebben nog veel jongens onder contract.
Dus dat gaan we nu bekijken. Maar tot dus, we hebben nu 10 matchen gehad in 21 dagen. Dus we hebben nog niet echt veel tijd gehad met die contract of die speler. Het is nu van de ene video naar de ene match naar de andere match. Dus daar zijn we mee bezig geweest, niet met volgend seizoen. Ja. Hey, als je even terugkijkt op het hele seizoen, hoe vind je het hele seizoen gaan lopen? Luister, we worden op één shot van de finale van de beker van België verwijderd. We hebben als eerste de Golden League bereikt in België. We hebben de kwartfinale gespeeld van de playoffs. Daar hadden we graag nog een ronde verder gegaan. Tegen Limburg vonden we dat we de betere ploeg waren, maar oké, dat is de sport. En we waren bij de laatste vier in de B-Next playoffs, of hoe dat het ook heet. Dus ik kan enkel maar 4 zijn op mijn jonge ploeg. Ja, oké. Okay. Nou, dan zou ik zeggen, succes voor het komend seizoen nog vast. En een goede zomer. Jullie ook veel succes in de finale. Dankjewel. Dank u. Reaching the third final of the season. It's crazy. Crazy. We just keep coming out ready to play every 2 days and see what happens. And I got to give First Charleroi a lot of credit. They came out, and even though they had a 19-point deficit, they didn't give up. They kept fighting hard. And I think with that young team, they can really develop into a really, really strong team. Next, I give my team credit, because it's not easy. As a coach, I hate these games. Because it's, you know, if you show up and have a decent night, you're going to win, or at least not lose by 20. And so it's tough to get the players motivated. But I thought at times we played pretty good defense. I thought at times we did the right things offensively, but it was just too far and in between. Yeah. Was it also difficult to prepare the team after becoming the champion in the playoffs? And then a week off? Well, I mean, we took 2 days off. And with the 2 days off, I told guys, do what you got to do. And then we come back to work. And that first practice was always going to be difficult. You know, everyone's head's still somewhere else. But every day the practice got better. And I thought we showed up ready to play in Charleroi. Now we got to show up and be ready to play again. Yeah, Friday in Oostende, Sunday here, and maybe Tuesday again in Oostende, because you have a chance to go for the triple. Oh, it's crazy. It's crazy. I mean, again, I can only compliment my team. They've worked so hard this year, you know, two-a-days in the summer and throughout the whole season, actually, we did two-a-days. And the guys, sure, you might complain once in a while, but we try to make it fun. We try to enjoy the time that we're together. And I think you can see that one of our strengths is not necessarily that we're more talented than everyone else, but we have a team. Yeah. And sometimes the team is stronger than talent. So we'll see what happens. Yeah. Well, and you signed another contract for next year. Yeah. So that's also nice, because maybe you didn't know if you were coaching anyway. I mean, it was a situation that I had a lot of talks with Marcel and with Rob, and I said at the beginning when I came here, one of the things I like about this club is that they want to win, and that we'd win the first two championships like that. You know, to be honest, I would have been happy with the one first year, but now we got two, and I think this club is going in the right direction. I hope that when we move into the new gym, that we're able to get more people in the gym, a few more than what we have. But I think first and foremost, we got to get all of our fans, as many as possible. I don't care if it breaks every record to bring them here on Sunday. It's going to be hot. It's going to be sticky. We're going to need every bit of help we can get. Well, I hope that that they listen to you and that they show up next coming Sunday at 3:00. Oh, I think they're. Oh, we're playing at 3:00. Yeah. Yeah, perfect. Right at the hottest time of the day. That's yeah, perfect. Yeah, yeah, exactly. So we're gonna lose some kilos here in the. Oh, I can use that. Yeah, that's not bad for me. So that's all right. Okay. Well, Doc, good luck Friday. Thank you. And we see you on Sunday. Okay. Thank you. Have a good night.